Oost tegen Feyenoord Rotterdam Maasland. De club die vanaf dit seizoen trots de naam van Feyenoord mag dragen. En wij gaan allereerst spelers van Feyenoord Maasland Rotterdam aan u voorstellen. Onder 0-0 forwards opmaker Keesburg. Onder nummer 1 center Robert Kelderdam. Nummer 4 forward van Watford University Justin Gordon. Onder nummer 5 guards Pavle Latinovic. Dan nummer 6 forward Koenstok. En onder nummer 7 van West Florida Italië Emmanuel Montaguti. Nummer 9 guard forward Pies Tilkens. En dan onder nummer 10 guard forward Michael Koch. Dan onder nummer 11 forward center en tricky speler Jeroen van der List. En back in business in Nederland van Boise State, nummer 12 Hartenstar Anderson. En als laatste forward nummer 13 Jens van Ramenstein. Approach, jullie daar, Richard Dels, geassisteerd door René Noor. Dan onze scheidsrechter van waar zouden we zijn zonder ze in de week van de scheidsrechter mag ze even apart aan u voorstellen. Antio Sinterklaas, Gucci, Michiel van Beers en Stephanie Dijkstra. En achter de tafel de zeer gewaardeerde Paul Boker. En dan attentie, opgelet. Dit is Maasport Madness. Basketball heroes. New heroes is Maasport Madness. Wait. 16 keer kampioen van Nederland. 7 maal winnaar van de Nationale Beker. 2 maal winnaar van de Supercup. En natuurlijk ook Supporta Cup finalist in 1979. De meest invloedrijke basketbalclub van Nederland. New Heroes Basketball. Ja, los. En we beginnen het voorstellen van de eerste speler. Onder nummer 2, guard Maarten Vanknecht. Onder nummer 7, hij zit aan de kant. En ze hebben nog een bestuur. Ik heb nog twee handwerkers. Dan door met nummer 9, guard Stan van den Kansen. En onder nummer 10, de forwards Norman Nielsen. Big man, met nummer 14, center Nick Aandendag. For Walker University, number 24 forward, Jonathan Williams. From the shooting guard, the man with the golden eye, number 28, Jesse Gordon. And now, uw starters, van vanavond, dan zijn we bij de Lombiëren. All the way from Sheffield, point guard, Devin van Oosten. Big man in the middle, on the middle, and on the center, Roel Arts. From Princeton University, number 25, forward, Stephen Clue. From Cornwall University, number 35, forward, Peyton Hanson. And last, on the beach, the little man who can do it all, from Arkansas, guard, number 37, Keyshawn Sherrill. And goes, he keeps that stated, but zo, dat is de kruis. En dan even uw aandacht voor het volgende. Terwijl de spelers ook aardig horen bij een waardige wedstrijd succes wensen. Helpen, en die hebben we genoeg in het Nederlands basketbal, die moet je eren. Afgelopen zomer zijn er weer een aantal helden bijgekomen. Het Nederlands mannenteam onder 18, de Orange Lions onder 18. Presteren dat hier de bussen van het dak vielen. 1800 kilometer verderop, Skopje Macedonië. Ongelooflijk. Ze werden Europees kampioen in de B-divisie. Gouden medaille voor de Orange Lions onder 18. De eerste sinds 2009 dat het Nederlands mannenteam 120 ook Europees kampioen in de B-divisie werd. Vier spelers, eigenlijk vier mannen, onder 10. Hoor ik toe tot de New Heroes organisatie. En ik ga ze even vooral snel even de rondje. Die heel onbelangrijk, de assistentcoach van zij van Paul van Vaak. Ze hebben bijgetekend voor 3 jaar, die hoeven terug. Ja. Hij was erbij een stokje, de Macedonië in Nederland goud pakken. Maar hij niet alleen, ook drie spelers uit de organisatie van de New Heroes. Stan van Elsen, wat ben je? Kom maar. Ja, ja. Gewoon met een goudschot.
vanuit Maaspoort Sports en Events. Welkom bij de livestream van de New Heroes. Vanavond de wedstrijd New Heroes Den Bosch tegen Feyenoord Basketbal Rotterdam. Mijn naam is Jeff Kuipers, co-assistent, co-commentator is Jos Kuipers als naamgenoot. En Jos neemt het nu over met een voorbeschouwing. Ja, de eerste wedstrijd voor de competitie voor de Dutch Basketball League. Voor Den Bosch en voor Rotterdam. Terwijl er vandaag ook de Supercup gespeeld wordt. De kampioen van vorig jaar, Donar Groningen, met coach Erik Braan, neemt het op vanavond tegen de bekerwinnaar ZZ Leiden met coach Rolf Franke. En dat is de traditionele aftrap van het nieuwe Nederlandse basketbalseizoen. En die is tegelijk vandaag met de start van de competitie van een aantal wedstrijden. Het mooie van deze competitie is, chef, dat we 10 teams hebben. De Dutch Windmills uit Dordrecht zijn erbij gekomen dit jaar. En ik denk dat dat alleen maar goed is voor de competitie, dat die ruimer wordt. Ja, en we gaan de play-offs in, terwijl ik een storing heb op de microfoon, excuus daarvoor. We gaan de play-offs in met 8 ploegen. Dus er is niet veel voor nodig om de play-offs te halen. Nee, inderdaad. Ik denk dat ze die ploegen willen uitdagen om ook nog na de competitie een aantal wedstrijden te hebben. Zodat ze zich toch gewaardeerd voelen dat ze deelnemen aan de competitie. Ik ben benieuwd of de nummer 1 of 2 weer vrijgesteld zijn dit jaar. Net zoals afgelopen jaar, dat vind ik wat minder. Maar goed, dat is het systeem en dat weet je van tevoren en daar moet je mee spelen. Het schema voor vandaag is onder andere Den Helder speelt thuis tegen Ares Leeuwarden. Nou, dat zal een aardige pot worden, die kan beide kanten uitgaan. De Dutch Windmills uit Dordrecht spelen tegen Landstede Zwolle. Nou, de Windmills kunnen ze meteen bewijzen of ze een contender zijn in deze competitie. Want Zwolle hoort toch gewoon bij de eerste 4, denk ik, ook weer dit jaar. En we hebben vanavond New Heroes Den Bosch tegen Feyenoord Basketbal Rotterdam. En dan is het opvallend dat er morgen weer een wedstrijd is van Donar Groningen tegen Weert. Ja, die zullen een aardig stukje moeten reizen om helemaal naar Groningen te gaan. En Groningen speelt vanavond, Groningen speelt morgen. En dat heeft allemaal weer te maken met alle wedstrijden die ze moeten spelen in de competitie en in Europa. Kleine minuut voordat we beginnen met de wedstrijd tussen New Heroes en Feyenoord Basketbal. Aan de wedstrijd van vanavond, Jos, wat mogen we daarvan verwachten? Ja, het is altijd moeilijk als je een doordeweekse Europese wedstrijd speelt met een beetje tegenvallend resultaat voor Den Bosch afgelopen week. En je moet je dan weer klaar maken voor de competitie. Nou is dat geen reguliere wedstrijd, want het is de eerste wedstrijd van de competitie. De ploeg is er niet helemaal ingespeeld op elkaar. Dus ja, de jongens zijn ook nog zoekende, de coaches nog zoekende. Rotterdam hebben zich versterkt vergeleken met afgelopen jaar, dus het zal een serieuze tegenstander zijn. Dat weten we van vorig jaar van de play-offs, want daar zijn we door uitgeschakeld. Een hoop jongens zijn terug in Rotterdam, dus het zal een wedstrijd zijn waarin Den Bosch gewoon moet bewijzen. Even kijkend naar het team, laten we even de starting 5 van New Heroes erbij pakken. Wat vind je ervan vergeleken met vorig jaar? Kun je daar nu al iets van zeggen? Ja, Kishon is natuurlijk hopelijk de jongen. We krijgen een beetje commentaar op de achtergrond, motivatie van Danny Kramer. Kershon is natuurlijk een jongen die vorig jaar ingespeeld heeft. Hopelijk is hij gegroeid en kan hij meer brengen dan vorig jaar. Daarbij komt Devin van Oostrum, een point guard die herstellend is van een blessure van een jaar lang. Een jongen met heel veel potentie, denk ik. Ook een winnaar die de ploeg echt, denk ik, op verschillende vlakken gewoon echt beter kan maken. Dan hebben we Steven Cook en Peyton Hansen, nou, die op zich al, vind ik, toch behoorlijk gespeeld hebben de afgelopen wedstrijden. En die worden aangevuld nu op dit moment met Roel Aerts. Ivica kiest om Roel te starten in plaats van Nick Oudendag. Roel is wat wendbaarder, wat sneller en ja, daar gaat hij vanuit. We zijn begonnen in de Maaspoort. New Heroes tegen Feyenoord Basketbal Rotterdam. Eerste score valt aan de Rotterdamse kant, Justin Gordon. Hij mag meteen naar de lijn voor een extra. Ja, jongen die voorheen in Australië speelde en afgelopen jaar in Marokko. Ik heb geen idee hoe daar de competitie is. Maar het zal voor hem wel winnen zijn en wat makkelijker zijn om hier in Nederland te spelen dan in Marokko, denk ik. Gezien de westerse cultuur die we hebben. Zoals u thuis kunt zien loopt de stand, maar ook de klok mee onderin het scherm. Alhoewel de stand natuurlijk nog wel even gecorrigeerd moet worden
op 0 tegen 2. De holding call tegen nummer 1, Kevin van Koester. De fout van de Rulers. Tweede fout van de New Heroes, dit keer voor Devin van Oostrum, zijn eerste. Oude bekende, dat heb ik straks al goeiedag gezegd, hij voelt zich helemaal op zijn gemak in Rotterdam. Jeroen van der List, tweede score voor Feyenoord. Fout van Kishun Serro in de verdediging. Hij vraagt zichzelf af waarom, maar de scheidsrechter die fluit de fout. Wat ook opvallend is, chef bij Rotterdam, de nummer 12, Lashard Anderson. Die deed afgelopen jaar uitmuntend tegen de Bos elke wedstrijd. Die liet gewoon zijn visitekaartje zien. En het was jammer dat hij op het einde van het seizoen van Rotterdam naar Cyprus vertrok. Omdat hij daar waarschijnlijk een beter contract kon krijgen. En ja, daar leverde Rotterdam natuurlijk ook een stukje kwaliteit mee in. Hij is al 3 keer weg geweest, Jos, bij Rotterdam. En dus ook al 3 keer teruggekomen. Scheidsrechter fluit de eerste bal voor Den Bosch. En op aanwijzingen van Jeroen van der List wijzigt hij de call en geeft hem in Rotterdam. Ik hoop niet dat dat de hele wedstrijd gaat gebeuren en dat dat incidenteel is. Makkelijke oude bounce met een paas waardoor een lay-up gemaakt kan worden door Koen Stolk. Ja, Den Bosch moet wel wat beter opletten in de verdediging. Ook hier duwen op het screen en de fout gefloten. Het is natuurlijk ook spannend voor Richard Den Os en René Mulder, beide coaches bij Rotterdam. Het is hun eerste competitiewedstrijd bij Rotterdam. En ik ben benieuwd hoe zij het dit jaar gaan doen. Ze komen allebei van Leiden af, waar ze ontzettend veel teams gecoacht hebben en wat behoorlijke ervaring op hebben gedaan. Makkelijke score leek het van Kishan, maar hij mist hem. En Rotterdam gaat meteen door op de fast break. En een misverstand tussen Jeroen van der List en Ties Streeuwkes en de bal gaat uit. En balbezit van Den Bosch. Nou, we eens kijken of Den Bosch de nul weg kan poetsen en de mensen kunnen gaan zitten door een score af te leveren. Ja, we zitten al 2 minuten in de wedstrijd en inderdaad nog steeds weer hatelijke nul op het bord. Stroeve start, aanvallend gezien. Dat is in ieder geval wel goed. Den Bosch mist de bal en werkt gewoon hard voor de rebound en krijgt de bal terug. Ik weet niet of het tweede of derde schot was van Oosteren, maar hij heeft hem nog niet kunnen maken vandaag. Hensen die gaat 1-1 onder de basket en weer een misser. Ik heb veel respect voor die mensen die na 3 minuten speeltijd nog steeds staan hier in de Maaspoort. Dan moeten we maar gauw een verandering brengen. Misschien in deze aanval, want New Heroes krijgt het balbezit. Ja, aanvallende fout van Justin Gordon die zijn tegenstander wegduwt in de post. En dat zijn eigenlijk een beetje onnodige fouten. Je bent de balbezit en dan ben je de bal kwijt en de tegenstander krijgt de bal. Nou maakt het in het begin van de wedstrijd nog niet zo gek veel uit, maar je moet er niet te vaak doen. Ja, volgens mij zit er gewoon een deksel op, chef, vandaag. Dat ze er gewoon niet in krijgen. Misschien moeten we die er even afhalen. Het is jammer dat we zo hoog zitten, anders ging ik nu meteen aan de gang. Maar het was inmiddels al de derde of vierde poging van Devin van Oostrum die misging. Komt voor de man met die kwaliteiten vanzelf goed. Ja, en dit is gewoon heel slecht verdedigd. De man gaat dribbel door het midden heen en krijgt gewoon een uncontested lay-up en maakt er een dunk van. Ja, dat moet gewoon niet kunnen. Je moet gewoon in de weg van de tegenstander gaan staan. 0 tegen 8 op het bord.
Time-out natuurlijk aangevraagd door coach Scalin van de New Heroes. Logisch met die stand van 0 tegen 8 op het bord. Jos, waar gaat er allemaal mis? Ja, ze krijgen open schoten, die missen ze op dit moment. En aan de andere kant de verdediging laat ze de man een paar keer lopen. Ja, dan maakt het zelf een beetje moeilijk. Je ziet ook in de time-out dat Scalin de volledige time-out benut. En Rotterdam maar even tijd nodig heeft om even de jongens weer bij te praten. En ja, hopelijk kunnen ze het nou veranderen. Ik zie hier nou in ieder geval ook één wissel aan de kant van New Heroes. Devin van Oostrum, hij is vervangen door Jesse Boeren. Goeie rebound van Roel Aerts op het schot van Kiesen Cheryl. En eindelijk een score van de Bos. Het staat 2-8. Met ongeveer 6 minuten 10 nog te spelen in de eerste kwart. En weer een makkelijke score van Rotterdam. Ja, als je die jongens zo makkelijk gaat laten scoren, wordt het een hele moeilijke en lastige avond hoor. Ik bedoel, het is nog vroeg in de wedstrijd, maar ja, ze gaan er natuurlijk in geloven op een gegeven moment. Slordig balverlies dit keer Jesse Voren en weer gaat de aanval uit naar Rotterdam. Steel van Rotterdam en dunk van Justin Gordon. Den Bosch gaat slordig met balbezit om en maakt zichzelf heel moeilijk. En stand is ondertussen 2 tegen 12. Ja, misschien vatten ze te licht op de wedstrijd vergeleken met de Europa Cup van de week. Maar ja, dat kun je gewoon niet doen, want Rotterdam is er gewoon klaar voor. Een rollaars met een mooie lay-up en is topscorer bij Den Bosch met 4 punten. Den Bosch wisselt, Peter Hansen gaat eruit en Jonathan Williams komt erin. Speelde van de week voor de Europa Cup Williams een redelijk stabiele wedstrijd. Het verbaast mij dat hij van de bank komt. Ja, het is de manier van coachen van Scalin. Ik denk dat hij vijf mensen erin wil hebben die even sterk zijn, zodat hij niet verzwakt. En dat hij niet vijf hele sterke begin erin zet. En dat hij dan te veel naar de bank toe moet en dan te veel in wil leveren. Ja, dat schijnt zich heel laat met fluiten van een fout. Volgens mij wacht hij of hij de oude voetbalregel heeft de voordeelregel van als hij scoort dan laat hem maar gaan. Maar hij mist hem en hij fluit de fout van Krabbendam. En je ziet dat Jonathan Williams gewoon te snel is voor Robert Krabbendam om hem de 1-1 af te stoppen. Inmiddels ook weer een tweede wissel gezien aan de kant van New Heroes. Nick Oudendag is de vervanger van Roel Aerts. Ja, dat doet hij natuurlijk omdat Robert Krabbendam erin staat. En dan gooit hij er wat gewicht tegenaan met Nick. Ja, dit is wat afgelopen week ook gebeurde in de Europa Cup wedstrijd. Penetratiebal naar buiten. Alleen die Bulgaren schoot alle ballen raak. Jesse Voren uit de hoek met een driepunter. En het staat 9-12. Daar is hij voor gehaald, hè? Erkend driepuntschutter. Jesse Voren. Dat zal niet het enige zijn wat hij kan, maar wel belangrijk. Nee, dat is wel een van zijn kwaliteiten. Het enige wat hij heeft is dat hij een beetje te gehaast speelt. Hij is natuurlijk misschien een beetje zenuwachtig voor het eerst hier spelen. Wil zich graag bewijzen. En hij moet gewoon lekker relaxed spelen en zijn open schoten nemen. Wissel aan de kant van Rotterdam. Koen Stolk, hij wordt vervangen door Rens van Ravenstein.
Ja, Rens is een jongen die vroeger hier in Den Bosch bij de jeugd gespeeld heeft. Daarna naar de basisacademie in de Weert is gegaan, naar Amsterdam en toen weer naar Rotterdam. Dus die heeft een beetje de roots ook hier in Den Bosch liggen. Schot van Jeroen van der List gaat helaas naast. De Bos heeft een rebound, dus kijken of ze nou de aansluiting echt kunnen vinden. Ja, dat is gewoon goed. Houden dag post op en laat zien dat hij er staat, wil de bal hebben. En Rolf van Krabbedam die kan hem niet houden en die maakt de fout. Het was de vierde teamfout voor Feyenoord Rotterdam in dit eerste kwart. Stand 9 tegen 12. En met het schot de score van Kishan wordt het 11-12. En is Den Bosch weer terug in de wedstrijd. En hopelijk zijn ze wakker en kunnen ze van hieruit verder bouwen. Ja, dat is gewoon een offensieve fout. Hij stopt de tegenstander af in plaats van de bal. Ja, ik denk dat het niet zo'n slimme fout is, zeker als je 2-3 mensen achter je hebt. Laat hem maar gewoon gaan en probeer hem maar gewoon in te halen. Dan die fout op deze manier te maken. Maar nu geef je dus twee vrije worpen weg en zijkant. Waarschijnlijk een kleine frustratie van die slechte paas wat hij wil corrigeren, maar ja, laat hem maar gewoon gaan en probeer de andere kant maar even op te lossen. We staan voor de eerste in deze wedstrijd. 13 tegen 12. En de bal bezit aan de zijlijn voor New Heroes. Bal bezit New Heroes. Overtreding, hij liep over de achterlijn, onze vriend Steven Cook. De balbezit gaat uit naar Rotterdam. Als dat vroeger zou gebeuren in de Vinkenkamp, dan kon je het begrijpen met 20.000 lijnen op het veld. Maar hier waar maar twee lijnen staan, denk ik van ja, dat gebeurt toch iets te vaak. En zeker als je thuis speelt. Vroeger in de Vinkenkamp, Jos, waar hebben we het over? Over heel wat jaren geleden. New Heroes probeert een beetje tempo te maken en Jesse die dribbelt de bal door en rond hem af met een lay-up. Het is ondertussen 15-12 voor New Heroes. Nog even Jos over Jesse Voort. Dit is natuurlijk wel iemand die energie in het spel brengt, hè? Ja, het is een jongen die graag snel wil spelen, up-tempo wil maken en energie meebrengt. Belangrijk voor hem is om die energie goed te doseren en op momenten in te zetten dat het nodig is. En niet continu met die energie blijven gaan, want op een gegeven moment weet de tegenstander dat ook. En dan ben je niet meer zo verrassend. Maar ik denk dat het gewoon een leerproces is voor hem, maar het is in ieder geval goed dat hij de energie heeft. Dus dat is wel heel belangrijk. Open schot van Jesse en helaas mist hij deze. Nou, die moet hij gewoon nemen. Daar speel je de aanval voor. Wat mij betreft een hele verstandige beslissing van de scheidsrechter. Van de Antio en Sint-Niklaas door geen aanvallende fout te geven, maar gewoon een loopovertreding. Ja, het was inderdaad volgens mij ook een aanvallende fout, maar inderdaad ze fluiten de loopovertreding. En dat werd veroorzaakt door een goede rotatie in de verdediging en met name de helftside, waardoor
Rabberdam zich vast heeft. Nou, slechte paarse vergissing van Nick Oudendag. Rotterdam komt meteen terug. Goede rebound van Robert Rabberdam die hem terug erin legt. En de gemiste dunk van Justin Gordon. Het is natuurlijk mooi als je maakt, is spektakel, zo'n score, maar ja, je ziet ook het risico ervan dat je hem wellicht mist. En hier komt hij in herhaling en maakt hij hem wel, grote klasse gewoon. Mooie paas ook van zijn teamgenoot. En ondertussen staat het 15-16 voor Rotterdam Basketbal. Einde eerste kwart met die achterstand van 1 punt, 15 tegen 16. De achterstand is veel en veel groter geworden, dus laten we het positief benaderen. New Heroes heeft zich in dit kwart wel terug kunnen knokken. Misschien een goed moment, Jos, om toch nog even terug te kijken naar die Europese wedstrijd van afgelopen woensdag. Ja, ze loten een team uit Bulgarije, BC Balkan Botovgrad. En dat is een nadeel met de Europa Cup, met de loting. Ja, en dan kun je een goede of een minder goede tegenstander loten, gunstig of ongunstig. Alleen, we moesten vol aan de bak. Ze hebben ook een hele nieuwe ploeg in Bulgarije dit jaar opgezet met een groot aantal Amerikanen. Den Bosch probeerde heel sterk en agressief te verdedigen met de dubbelteamen. En wat zij heel goed deden is de bal rondpassen. Inside gooien en dan zelf nog een keer terug naar buiten gooien. Ja, en ze hadden daar schutters staan, die waren gewoon dodelijk afgelopen week. Want ze schoten over de hele wedstrijd 48,3% drie punters. Ja, dat is bijna niet tegenop te verdedigen. En zeker als je strak op de bal wil verdedigen, want dan moet je dat loslaten en dan ga je meer de man verdedigen. En ja, ze speelden het gewoon heel ervaren en heel bekeken, die Bulgaren. En ik moet zeggen, ze leken ook beter ingespeeld op elkaar dan Den Bosch, die ploeg. En wil je kans hebben, denk ik, volgende week, ja, dan had je eigenlijk misschien een voorsprong van 10 of 12 punten moeten hebben om daar kans te hebben. Ik wil niet zeggen dat, en dan wil ik ook niet zeggen dat je helemaal kansloos bent, want je staat nu 10 punten achter. Zij kunnen denken, we hebben lekkere marge en we kunnen vrijheid spelen. Ik verwacht dat van die ploeg eerlijk gezegd niet, maar het zal heel moeilijk worden om daar een positief resultaat weg te halen. In de zin van, ja, je kwalificeert je voor de volgende ronde. Nou, zo'n wedstrijd is natuurlijk ook heel erg beïnvloed door een paar kleine dingen. Maar laten we het daar straks over hebben, want het tweede kwart is inmiddels begonnen met die achterstand van 15 tegen 16. Maar die gaat misschien nu veranderen, want Nick Oudendag mag naar de lijn voor twee vrije worpen. Op de lijn Nick Oudendag. Ja, tweede fout van Robert Krabberdam. Je zei Jos, tweede fout van Robert Krabberdam. Nou, we hebben twee goede lange mensen. Roel Aerts, Nick Oudendag. Blijft dus belangrijk om met name inside die Krabberdam te blijven bestoken. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat daar je voordeel kunt behalen ten opzichte van de tegenstander. Ze hebben natuurlijk ook lengte in onder andere Robert van de Krabberdam en Jeroen van der Lis. Nou, Robert speelt echt onder de basket en Jeroen speelt meer op de driepuntlijn. Dus die speelt met zijn lengte meer buiten de bucket. Ja. En wil je echt in de bucket aanvallen, dan zul je daar de mensen in stelling moeten brengen. Ja. Shotklok inmiddels op 4. Voorzien het schot met de rebound voor de New Heroes. Ja, Devin van Oostrum is ondertussen terug in de wedstrijd gekomen. Die glijdt uit en maakt een slechte paas met een schitterende dunk. Een windmill dunk van Justin Gordon. Ik denk dat als we de All-Star-wedstrijd hebben, alvast een contender hebben dit jaar, chef, die mee kan doen. Zo ziet het er wel naar uit. Ja, het ziet er wat minder uit voor de Devin van Oostrum. Ja, ik dacht dat hij inderdaad iets met zijn knie weer had gedaan, want hij viel op de grond. Hij loopt ook weg, wordt meteen gewisseld. Zal waarschijnlijk naar het kledingkamer gaan om nagekeken te worden, om te kijken van wat er nou precies aan de hand is. Nou, ondertussen is Maarten Bouwknecht erin gekomen voor Den Bosch, die hersteld is van een breuk in zijn hand, opgelopen met 3-3 basketbal deze zomer. En hopelijk kan hij laten zien dat hij er staat. Sterke actie onder het bord van Nick Oudendag. Tussen twee man in toch bijna die rebound te pakken. En Rotterdam kon niet anders als de bal over de achterlijn tikken. Balbezit New Heroes.
Ja, ik moet zeggen, die nummer 7, dat is wel een opvallende verschijning bij Rotterdam. Emmanuel Montenegro, een Italiaan in de Nederlandse competitie. Ik vind dat toch wel opvallend. Jongen heeft gespeeld bij West Florida, NCAA Divisie 2. En komt dan naar Nederland om hier in de competitie te spelen. Ja, ik denk dat voor Rotterdam zeker een versterking zal zijn. Maar ja, we zien daar niet zoveel, dat is echt uitzonderlijk. En hier maakt Robert Krabbedam zijn derde fout op Koek. En zal die waarschijnlijk direct gewisseld worden. Want de jongen van de list staat al klaar. En twee vrije worpen voor Steven Koek met stand 17-20. Ja, opvallend is wel de wissel. Het is niet Robert Krabbedam die naar de kant gaat, maar Justin Gordon. Ja, ik zie het. Ik had het anders verwacht, maar de coach neemt risico of durft risico te nemen. Normaal gesproken, als je in de eerste helft 3 fouten krijgt, is het standaard dat je eruit gaat omdat je gewoon wilt bewaren voor de rest van de wedstrijd. Want loop je toevallig tegen een knullige 4e fout op, ja, dan moet je met de handrem spelen. Eenmaal de vrije worp, Steven Koek brengt de stand op 18-20. Goeie rebound van Nick in de footback. Het schot van Steven Koek begreep ik niet zo goed, want ze proberen de aanval te spelen en dan neemt hij toch in één keer een schot. Nou, ik denk de verdediging ook wat scherper geworden is bij New Heroes, waardoor Rotterdam wat meer fouten maakt. We zeggen nog niet graag, maar het was wel prima verdedigend werk van Jeroen van der Lis, die het Williams wel erg moeilijk maakte in de lay-up. En die ging er nog mis. Ja, Jeroen heeft natuurlijk een enorm lengtevoordeel en probeerde het gewoon John te moeilijk te maken, zonder een fout te maken. Dat deed hij uitstekend. Goede passing. Steven Koek staat vrij in de hoek achter de driepuntlijn. Krijgt de bal. Kan op zijn gemak aanleggen en de bal schieten. En de stand is gelijk bij 20-20. Met 6 minuten 52 nog te gaan in het tweede kwart. En het is tijd voor your evidence. Ja, de score wordt er nu pas bijgeteld. Het schot van Steven Koek. Het is 23-20 de stand op dit moment. Om het verhaal Europa Cup nog even af te maken, Jos. Je hebt net even jouw visie gegeven op de wedstrijd van afgelopen woensdag. Dinsdag naar Bulgarije. Je zei terecht, je bent nooit kansloos. Maar wat moet je doen om daar een resultaat te kunnen behalen? Ja, je zult gewoon heel gedegen aan die wedstrijd moeten beginnen. Zorg dat je in het begin niet te veel averij oploopt. Dat je gelijk blijft of een paar punten voor kunt komen, zodat je de druk kunt verleggen naar hun toe en dat het weer een gewone wedstrijd wordt. Kijk, word je in de eerste minuten meteen op achterstand gezet, ja, dan wordt het waarschijnlijk voor hun een stuk makkelijker en een stuk moeilijker voor Den Bosch. Het zal niet makkelijk zijn, maar je zult heel gedegen daar moeten starten en ja, opletten met name op de turnovers in het begin van de wedstrijd. Het schotpercentage van de week aan onze kant was niet best en van hun was natuurlijk grandioos, met name de drietjes die je net al zei. Kunnen ze dat ook in eigen hal? Dat is de vraag natuurlijk. Ja, nou, ik denk dat het schotpercentage, dat zegt natuurlijk boekdelen, maar ook de schotselectie denk ik met name. Zijn namen echt goede open schoten en wij forceren af en toe een beetje. Ja, dan is het risico dat je mist wat groter. En daarom zeg ik ook dat ze gedegen uit de startblokken moeten komen en juist heel, heel goede kansen moeten nemen en proberen die te maken. We gaan het meebeleven, ook hier in de Maaspoort. Zoals we ook nu de wedstrijd van de New Heroes tegen Feyenoord. Basketbal Rotterdam meebeleven. 23-20 op het bord. Fout aan Rotterdamse kant op Maarten Bouwknecht. Balbezit dus New Heroes. Thank you.
simpele rebound. Jesse Voren. Rotterdam begint een beetje te missen en ze hebben geen avondsrebound. En dan, ja, dan wordt het wel een stukje moeilijker. Dan kan Den Bosch daarvan profiteren. Jonathan Willems met een 3 punten. Prima assist van Maarten Boukenecht trouwens. Ja. Maar ik denk dat daar een stukje coaching achter zit van Skelin. Die dat afdwingt. Want vorig jaar zou hij bij zichzelf geschoten hebben. En nu paast hij de bal. En ik denk dat hij dat ook heel goed kan en dat daar zijn kracht ligt. Ondertussen scoren van Lachard Anderson van Rotterdam. Breekt de stand op 26-23 voor Den Bosch. Goede drive van Jonathan Williams, maar eigenlijk ligt het goede werk ligt bij Nick Oudendag, want die screent zijn man uit en die duwt hem weg, waardoor de weg naar de basket gewoon vrij werd. Alleen Nick doet hartstikke goed werk, daar krijg je geen punten voor, komt niet voor in de stats, maar het geeft wel, helpt de ploeg wel. Jeroen van der List voor een 3-punter. Nick Oudendag was het helpen onder de basket en liet Jeroen open. Ja, en zolang ze blijft missen, kun je dat blijven doen. Ja, dat is de kracht van Jonathan Williams. Hij is heel sterk, wendbaar op de vierkante meter. En daarmee compenseert hij gewoon dat hij af en toe een lengte kort komt. En dan kan hij een goede score maken. De voorsprong inmiddels naar 7 punten. Goeie pick en roller Rotterdam. Jeroen mist in eerste instantie de bal en pakt zijn eigen rebound en finisht hem alsnog. Ja, goed schot van Jesse Voren waarmee de score op 33-25 brengt. Den Bosch had redelijk schieten naar van buiten. Slechte paas van Rotterdam en een fast break. Goeie paas, assist van Jonathan Williams op Steven Cook. En Den Bosch loopt uit naar 5 en volgens mij moeten er nog 2 punten bijgeteld worden. Wordt het 35-25, 10 punten voorsprong. Met nog 3 minuten 28 te gaan in het tweede kwart. 0-10 fout op het bord voor New Heroes. 3 aan de kant van Rotterdam. Ja, zegt dat iets over het aanvallende spel, met name van de Bosselaren, Jos? Of het feit dat de Rotterdammers wellicht wat slordiger in de verdediging aan het worden zijn? Ja, de fout die ze gemaakt hebben, is met name in de transitie gemaakt. De Bos probeert goed de verdediging snel aan te vallen en dan probeert ze een aanval af te stoppen. En ze hebben een fout gemaakt onder de basket, natuurlijk met afstoppen van de tegenstander. Ja, de vraag is van. Is het bewust of niet bewust? Is het conditioneel of niet conditioneel? Den Bosch gooit er een tandje bij. En misschien heeft Rotterdam nu moeite om aan te haken. En moeten ze het op die manier een beetje compenseren. 6 uur Nederlandse tijd. Hier dus in de Maasvoort. We zien op het scorebord aan Bosschekant 5 mensen. Nee, 6 spelers al in de scores. Dus dat is op zich ook heel netjes. Jesse Voren leidt het rijtje met 10 punten. En daarachter 9, 6, een paar keer 4 en 2. Ja, dat is alleen maar goed als je de bal rondpaast en iedereen laat scoren. Het is voor de tegenstander een stuk moeilijker om dan te verdedigen. Als je één speler hebt die alles erin gooit, dan weet de tegenstander, die moeten we uit de wedstrijd houden. En dat is een stuk makkelijker voor ze. Nou, Den Bosch heeft ondertussen gewisseld. Peter Hensen is terug in het spel. Roelaerts is terug in het spel. Kishun Cheryl. Here we go! 35-25. Rotterdam gaat rustig de aanval lopen die ze net uitgetekend hebben tijdens de time-out. Om te kijken of ze tot de score kunnen komen. Nog 4 seconden op de schotklok. Lachard Anderson, ja, doet hij toch weer goed hoor. Ja, het zag er niet uit als zo van een goed schot, maar hij maakt hem toch. En dat is geen wat telt. Hier zie je ook dat Kishun de bal gewoon zelf had kunnen schieten, maar toch doorpaast naar Jesse Voren. Die is hot en die scoort weer een 3 punten. Here we go, here we go.
Maar verstandig wat Maarten Bouwknecht hier doet. Hè. Temporiseren. Hij had natuurlijk ook voor die breken kunnen kiezen. Ja, alleen heeft hij de bal dan zelf in zijn handen en dan houdt hij hem vast. En dan besluit hij uiteindelijk toch om zelf te schieten. Misschien had hij gewoon beter even de aanval kunnen laten lopen. En uit de flow van de aanval het schot kunnen nemen. Ja, Rotterdam heeft even de moeite met scoren op dit moment. En Den Bosch probeert daar profijt van te halen. Ja, volgens mij hebben ze goed gekeken naar die Bulgaren van de week, want ze beginnen aardig dit punt te schieten, Den Bosch. Ja, het is denk ik ook opvallend als we straks de stats even terugkijken. Het aantal assists is ook erg goed verdeeld. Tot nu toe lijkt het er in ieder geval op dat ze elkaar ook die score gunnen en dat een assist misschien wel net zo waardevol is. Wat natuurlijk ook zo is. Dat is ook zo en ik denk ook dat Ivica daar zeker op coacht. En aanvalsgebouwd voor Oerwaarts. Ook dit is goed, even de tijd nemen om weer die aanval op te zetten. Goeie drive van Cashun. Die wil gaan voor zijn rechter lay-up en dan in de lucht wisselen naar zijn linkerhand en de bal scoort. Weg van de verdediger. Ook gemerkt naar een voorsprong van 16 punten inmiddels. Ja, 43-27. Ja, Rotterdam moet scoren, willen ze blijven aanhaken. Want anders dan wordt het gat dadelijk in één keer 20 punten. Ja, volgens mij is dit ook een fout. Alleen vind ik de call zo laat. Ik weet niet waarom scheidsrechters wachten of dat de bal erin gaat of niet, maar ik vind dat vreemd. Je ziet de fout, je kunt er meteen fluiten en als hij erin valt, valt hij erin. Ja, en we hebben bij basketbal, althans in Nederland, nog steeds geen VAR, Jos. En ook bij Feyenoord Wissel, Van. Ja, we kunnen het hier wel terugkijken op het scherm, maar dat doen ze niks mee, denk ik. Ik weet wel zeker. En dat is maar goed ook, laten we dat nog even toevoegen. Nee, maar het is gewoon een fout en die kun je direct fluiten. Dan hoef je niet af te wachten van scoort hij hem en dan laat ik hem lopen. Nee, de spelregel geeft aan, het is een fout en dan moet je gewoon fluiten. Zowel voor Rotterdam als voor Den Bosch. Dan moet je geen verschillen maken. Tweemaal. Sjaard Andersen maakt zijn twee vrije worpen. Brengt de stand terug naar 43-29. Met nog 50 seconden te gaan in het tweede kwart. Mooie follow-up dunk van Roelaerts. Kishan mist de lay-up, stuit het weg van de ring en Roel is er op tijd bij om de doordunk te maken. Heel attent van hem. Ik moet zeggen, Roel verrast met positieve zin nog steeds hoor. Hij werkt hard, hij knokt. Hij... Nou, dit is dan weer niet zo heel slim. Ja, dat zul je altijd net zien als je iets zegt op die manier dat er net tegenovergestelde gebeurt. Maar... Nee, hij werkt hard, hij knokt voor wat hij waard is, levert af en toe kilo's in en noem maar op, maar hij blijft gewoon doorgaan. En dat is alleen maar te prijzen en daardoor wordt hij gewoon een betere speler. Jonathan Williams komt in de lijn. Hij vangt Roelaerts. Wordt gewisseld door Jonathan Williams. En dan lekker doorlopen. Ja, twee fouten achter zijn naam, Roelaerts in deze fase van de wedstrijd. Misschien ook wel logisch. Ja. Ik zou toch denken, Jeroen, want die had je wel mogen maken, of niet? Ja, ze spelen een pick-and-roll. Jeroen rolt af naar de basket, krijgt de bal. Hij mist de lay-up, alleen de rebound pakt hij. Alleen hij moet gewoon sterker omhoog gaan. Ballen twee handen pakken en met kracht omhoog. En hij probeert het te tippen, ja, en dan tipt hij hem net ernaast. Want de kans dat je de fout meekrijgt met een tipje is veel minder dan als je de bal twee handen pakt en met power omhoog gaat. Want als tegenstander je dan probeert tegen te houden, ja, dat is duidelijk een fout. We zagen de fout van Lashard Anderson op Kishan Sherrill. Die mag naar de lijn met 2,1 seconden op de klok. Coach is Kaelin op de achtergrond met de aanwijzingen. Ja, ze moeten wel opletten op die lange bal, want dat is het enige wat ze kunnen doen. Nou, Jonathan Williams is er op tijd bij en wellicht. Helaas, hij gooit hem over de baan.
Het is rust in Den Bosch. De wedstrijd tussen Nieuw Heroes Den Bosch en Feyenoord baas van Rotterdam. Met een stand van 47-29 in het voordeel van Den Bosch. Ja, we zagen een team wat in het begin een beetje moeite had. Den Bosch, Rotterdam liep even weg. Ze kwamen terug en ging eigenlijk meteen door. Ja, je zei straks al een stukje gemakzucht misschien. Gebrek aan concentratie aan de Bosch kant. En het feit dat Rotterdam heel gelukkig begon en daarna toch ook wel wat wegzakken, met name aanvallend. Ja, ze namen de schoten wel, maar ze begonnen te missen, pakken geen rebound. En daar profiteerde No Heroes van. Ik ben even benieuwd hoe het is met de blessure van Devon van Oosterhem. Ook omdat Stefan Wessels nog steeds geblesseerd is. Jesse Voorn is net terug van de blessure. Ja, het is voor coach Scalen ook niet makkelijk om op deze manier de ploeg op gang te krijgen en het totale team aan de gang te krijgen. Want als elke spelers geblesseerd zijn en wegvallen en spelers weer terugkomen. Op het moment dat Stefan zo meteen weer aanhaakt, het duurt nog een goede 3 weken, zei hij straks. Ben je in de breedte ook sterk als team? Ja, je denkt dat je een diepere bank hebt dan vorig jaar. En ik denk dat je een serieuze contender bent om even op te gaan voor het kampioenschap dit jaar. Om die teams bovenin ook duidelijk behoorlijke weerstand te geven om te kijken om die wedstrijden te pakken. Afgelopen jaar was Groningen veruit de beste. En was je blij als je meekomt met de wedstrijd tegen Groningen? Ik denk dat dit jaar misschien wel eens anders zou kunnen zijn. We gaan het afwachten. We gaan voorlopig even pauzeren en we zien u graag terug over een minuut of 7-8 vanuit onze positie hier in de Maaspoort bij de tweede helft van New Heroes Den Bosch tegen Feyenoord Basketbal Rotterdam. Tot zo.
Deze voorde met 13 punten, gevolgd door 9 van Jonathan Williams. Dan hebben we de 6 voor Steven Koekro, 6 voor Michel Serrault, 4 voor in Oudendag, 3 voor Maarten Bouwknecht en ook nog 6 voor Kruijmer Kreker. Daar vroegen we al om, maar... We gaan even terugblikken op de eerste twee kwarten. Oftewel de eerste helft van de wedstrijd tussen New Heroes Den Bosch en Feyenoord Basketbal Rotterdam. Jos, graag jouw gewaardeerde visie. Nou, het einde van de stand van de eerste kwart was 15-16 voor Rotterdam. En dat geeft al aan dat het voor Den Bosch heel moeilijk ging in het begin. Moeizaam, stroef. Het was volgens mij 0-8 voor Rotterdam voordat Den Bosch pas begon te scoren. En ze hebben zich op die manier heel langzaam weer teruggespeeld in de wedstrijd. De tweede kwart ging het ook redelijk. Maakte ze sneller gat naar 35-25. En uiteindelijk weet ze uit te lopen naar een eindstand van de eerste helft van 47-29. Door sterk te verdedigen, Rotterdam wat moeilijker schoten laten maken. Begon de schoten te missen. Ze hadden geen avondsrebound en Den Bosch profiteerde ervan in de fastbreak en scoren ze aan de andere kant. Ja, we maakten ons straks wat zorgen over de blessure, zo niet te gaan zien van Devin van Oostrum. Hij startte in ieder geval niet in het... Nee, ik zie hem net staan praten met Skelen aan de kant om door te geven hoe het er precies voor staat. Ze zullen wel naar die knie gekeken hebben als het diezelfde knie is om te kijken, joh, gaat het of gaat het niet? Moeten we risico nemen of zit er risico aan? Nou, dat zullen ze zeker uitsluiten gezien de wedstrijd van komende dinsdag. En hij zal zelf al aangeven of het wel of niet kan straks. Dus we zullen wel zien of hij nog weer terugkomt. Starters aan Bossenkamp. Jesse Voren, nu met een steal en een score natuurlijk. Ja, het is gewoon heel verstandig dat hij gewoon rustig een layup maakt. In plaats van de bal proberen te dunken. Zoals afgelopen week in de Europese wedstrijd. Christian die daar een dunk miste. Op het moment dat de Bos momentum had en het in één keer wegviel. Kijk, nu weet je zeker dat je 2 punten hebt en die staan op het bord. Verder als starters laat ik het rijtje even afmaken. Peter Hinson, Jonathan Williams, Nick Oudendag en Keyshawn Sherrill. 20 punten voorsprong voor de New Heroes en de fout voor Nick Oudendag. Ja, Rotterdam begint met Jeroen van der Les, Tisteukes, met Justin Gordon, met LeSjord Anderson. En volgens mij staat er Koen Stollek erbij, ja, nummer 6. Klopt. Goeie oude baas, een beetje slap verdedigd van Den Bosch, zonder dat ze de bal missen. En Jeroen dacht dat hij de bal tegen de hand van Nick aansloeg en dat hij de bal zou krijgen, maar uiteindelijk gaat hij de andere kant uit. Nou, het is een beetje komisch, Jeroen van der Lis gaat Keyshawn Sherrill verdedigen. Ja, ik denk dat hij hem kan hebben op snelheid. Nou, ik denk dat ze een beetje druk proberen te zetten op de inboundspaas om wat moeilijker te maken in de opbouw voor Den Bosch. Ah, het is jammer dat het schot niet valt bij Keyshawn, maar het was een prima aanval. Ja, het is een goede inhoud, paas naar binnen toe en Nick paas naar buiten toe, open schot, alleen ja, jammer genoeg miste hij hem. Goede aanval van Rotterdam, rustig, bal rondpaasen, penetreren, uitpaasen, open man zoeken in de hoek en die stevig gemaakt de 3-punter. Ja, dat zijn bijna een aanval uit het boekje, zoals je ze als coach graag zou willen hebben. Ja, en als je dan als eindstation die steeltjes hebt voor zijn drietje, dan kun je er wel op vertrouwen dat hij een keer goed gaat vallen. Ja, Nick Oudendag gaat 1-1 tegen Jeroen van der List. Fout wordt gefloten, hij gooit de bal en Skelin schreeuwt dat de score telt, maar de scheidsrechter beslist anders. Ja, en dit is wel heel goed van Skelen. Hij is al meteen een fase verder, want hij is al met de oude baas bezig. Dan door te blijven gaan tegen de scheidsrechter en de ploeg niet klaar te hebben staan. Vasthouden van nummer 12, LeSjord Anderson op Keyshawn Sherrill. Met de oude baas. Tweede persoonlijke fout, LeSjord Anderson. En ook de tweede teamfouten in dit kwart voor Rotterdam. En de derde komt eraan. Jeroen van der List. En dat is zijn. Even kijken, zijn derde heeft hij staan. Nu wordt dit zijn vierde dan. Ja, zijn vierde fout. En dat is natuurlijk niet slim. Zeker niet op een point guard. Daardoor haalt hij zichzelf uit de wedstrijd. En moet hij straks met de handrem erop spelen.
Hij wordt vervangen door Robert van Krammerdam. Zijn Robert van Krammerdam, maar is gewoon Robert Krammerdam. Cashin daagt Tisse Teeuwkes uit. Gaat voor de drie punten en mist. Goeie tip in van Robert, follow-up. Nou, Jonathan die gaat draaien, dat weet je nu wel. Sterke drive en prima afgemaakt. Ja, als iemand van gelijke lengte kan doen. Goede stil van Jesse Voren. En die scoren. Direct. Breekt de stand op 53-34. Het groot is bijna 20 punten. Maar de speaker Ronald van Dam zegt wellicht wat overmoedig. He's back, Jesse Voren. Nou ja, hij speelt in ieder geval tot aan dit moment een prima wedstrijd vanavond. Heroes Ball. Koen Stolk wordt vervangen door Rens van Avenstein. Ravenstein bij Rotterdam. Snelle drive van Cashun en scoren. Ja, en dan staat Rotterdam een beetje op het punt van breken, denk ik. 22 punten verschil. Jammer van de fout. Prima blok van Jonathan Williams. De fout gaat naar Cashun Sherrill. Zijn eerste. Tweemaal voor LeSort Anderson. En de stand is 56-36, een verschil van 20 punten. Verdedigd van Peter Hinsen. De fout gaat uit naar Ties Teeuwkes. Ja, die duwt Jesse gewoon omver en is het daar niet mee eens. Vierde teamfout, Feyenoord basketbal in dit derde kwart. Wissel Steven Koek, hij vervangt Jesse Voren. Ja, zoals we op het scorebord kunnen zien zal het in Groningen ook heel spannend zijn. Bij de Supercup, daar staat het op dit moment met 2 minuten 34 te gaan. 70-67 voor Groningen, 3 punten verschil. Ja, en dat er wel Leiden zo'n beetje de hele wedstrijd voor heeft gestaan. Ah, ja. Zonde van die bal van Cashun en jammer dat Nick die bal niet kan pakken en dicht kan gooien. Goede drive van Tieskes en van Ties Teeuwkes. In de paas, jammer dat het gemist wordt. En de snelle fastbreak aan de andere kant voor Den Bosch, waarbij Jonathan Williams scoort. Ik had eigenlijk gedacht dat hij in de break die laatste paas nog aan Peter Hinsen zou geven, maar hij deed het toch mezelf. Ja. Ja, als Rotterdam nou zo gaat spelen, heel snel en de schoten gaat nemen, dan ja, kan de afgang heel groot worden als puntenverschil. Justin Gordon. Het zijn derde fout, denk ik. Feyenoord, Basketball Rotterdam in de penalty. Dus zometeen vrijworpen voor New Heroes. Thank you.
Ja, als ik even kijk bij Den Helder staat het op dit moment 61-44 voor Den Helder Suns met nog 9 minuten te gaan in het vierde kwart. Nou, dat vind ik wel een verrassende score op dit moment. Dat is een fors verschil, ja. Aan de lijn Jonathan Williams. Ja, scoort aardig vandaag, 15 punten al. Goeie rebound aan de bossenkant voor Peter Hensen. Nee, ik zit naar de spelersbank te kijken. De van Oosterham schuift steeds verder op naar de coaches toe. Waarschijnlijk om aan te geven van ik kan toch wel spelen. Maar ik denk ze waarschijnlijk geen risico gaan nemen. Ik denk één ding, chef, wat ze goed gedaan hebben dit jaar in de bos. Een aantal Amerikanen gehaald die al een paar jaar in Europa gespeeld hebben links en rechts. Die wat ervaring hebben en niet zoals vorig jaar heel veel eerstejaars. Die onervaren waren en voor wie alles nog allemaal nieuw was. Als nu mensen met spelers met die kwaliteit, Jos, wil je altijd halen, maar dan hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Nee, dat klopt, maar je moet daar een goede balans in te vinden tussen eerstejaars en jongens die al 1 of 2 jaar in Europa gespeeld hebben. Weer een prima aanval. Goeie aanval met de passingronde. Christian Cheryl ook op de kop van de bucket die de driepunter maakt. Ja, dat begint wel een beetje nu op een afstraffing te lijken hier, want we gaan richting de 30 punten. Laten we hopen dat de jongens van Rotterdam positief blijven en blijven spelen en in ieder geval blijven scoren. Noodschot met de secondenklok en Den Bosch is weer weg in de fastbreak. Ja, dan gaan ze iets makkelijk. Misschien denk je van dat gaan we wel even doen met een beetje gallery play. Blijf gewoon basketballen, blijf gewoon die ballen erin gooien en effectief spelen. Ondertussen wordt Peter Henderson gewisseld door Jesse Voorn en Kishan Cheryl gewisseld voor Maarten Bouwknecht. Coach Skelin gaat meteen in gesprek met Peter Henderson over die laatste gemiste aanval natuurlijk. Wat slordigheid in het spel. Ja. Wat me opvalt, Jos, ik zou dat als coach anders doen. We hebben twee van die jonge mannen, Stan van Elzen onder andere en Norbert Telissen natuurlijk, die hebben nog niet gespeeld met een stand zoals nu op het bord. En de wedstrijd van aanstaande dinsdag op de rol, zou ik denken, geeft die jongens een aantal minuten. Ja, ik denk dat hij dat pas in het vierde kwart gaat doen. Het is nog vroeger de wedstrijd, het is het derde kwart, nog 3 minuten te gaan. Hij wil deze voorsprong denk ik nog een beetje consolideren. En dan zal hij waarschijnlijk misschien rustig de jongens gaan brengen. Want hij wil niet hebben dat het ook weer een keer als een kaarthuis in elkaar zakt. En aan de andere kant, deze jongens moeten nu klaar zijn en die moeten dinsdag ook klaar zijn. Dus aan de andere kant, zoals Jesse kan ook spelritme op doen, Maarten kan spelritme op doen. Ja, dan ga je denk ik heel veel mensen brengen. Hier een high-low spelletje tussen Nick en Jonathan, wat helaas niet aankomt. En het feit dat hij de score wil consolideren, zul je dadelijk zien als Rotterdam een paar keer achter elkaar scoort, zal hij meteen een time-out nemen. Opnieuw de score van Jonathan Williams. Hij staat volgens mij ook op 17 punten, net zoals Jesse voor. Ja.
wordt nog lastig voor de supportersvereniging de Titans om de MVP van vanavond uit te kiezen. En dan baseer ik dat niet alleen op de scores. Wissels aan de kant. Jonathan Williams, Nick Oudendag worden vervangen door Roel Aerts en Peyton Hansen. Ja, Rotterdam wisselt ook. Emmanuel Montaguti komt er terug in. En even kijken, er was nog een speler gewisseld. Volgens mij 13 is erbij gekomen, Rens van Ravenstein. Opvallend, of misschien nog niet, is dat Jeroen van der List inderdaad al langere tijd vanaf de zijlijn toe mag kijken. Even nu alles te maken met die vier fouten. Ja, dan moet je gewoon het derde kwart geen risico meenemen. Gewoon lekker laten zitten en het vierde kwart eerst door de ringen. Goeie aanval, bal rondpassen, open man, krijgt de bal, heeft tijd genoeg om te schieten. Kan zelfs naar huis bellen voordat hij de bal schiet. En, dan is het percentage hoger. Dit is wel minder slimme fout van hem. Een beetje te agressief op de bal. Is nergens voor nodig. Die dubbelteaming. Ik denk dat coach Scanlin naar me geluisterd heeft. Want Stan van der Els is zich inmiddels aan het opwarmen. Ja, die zal in het begin vierde kwart komen om te spelen. Dus hij heeft gezegd, ga je hem even warm lopen en dan kun je het vierde kwart gewoon beginnen. Ja, en dat is natuurlijk heel prettig voor die jongens dat ze die kans krijgen. En goede stil van Roel Aerts. En een hammerdunk. Het is niet uitzonderlijk druk vanavond in de Maaspoort, maar de mensen die er zijn, die hebben een aantal genietmomentjes in ieder geval gehad. Ja, dat klopt. Er zijn zeker een paar mooie dunks gehad, zowel van Den Bosch en ook van Rotterdam. Ja, we hebben ondertussen een eindstand in Groningen. Is het 74-69 geworden voor Groningen. Dus die winnen dit jaar de Supercup. Gefeliciteerd. De eerste prijs voor hun is binnen. En hopelijk blijft het daar ook bij. Maar goed, dat zullen we wel zien. Aan de finish, Jos, hè? We kennen een uitgezegde. Ja, daarom. Nee, maar het is voor hun alvast een goed resultaat wat ze neergezet hebben. Ze hebben natuurlijk nu al vier Europese wedstrijden gespeeld. En ze zullen dit jaar ook weer heel zwaar krijgen. Competitie, bekerwedstrijden, Europese Cup. Wederom een prima assist van Maarten Buikenecht, afgemaakt dit keer door Peyton Hansen. Ja, de score is ondertussen opgelopen naar 74-41. En de eindstand van derde kwart wordt met het schot van Robert Krabbendam gebracht op 74-43 voor de Mos. En spannend gaan hier ook worden als wij gaan spelen Moneyball. Dat doen we dit seizoen vanaf. Als je kijkt naar de score, chef, 74 punten tegen in drie kwarten is natuurlijk veel te veel. Als je dat in eind van de wedstrijd hebt, vier kwarten, ja dat kan. Maar ja, dat betekent wat of de Bos schiet heel goed of Rotterdam verdedigt gewoon een stuk minder. Maar ja, er zijn gewoon heel veel punten die je tegen krijgt. Aan de andere kant houdt de Bos Rotterdam op 43 punten. Dat is gewoon hartstikke goed. Ja, ik denk dat de verdedigend zeker nog wel behoorlijk wat werk aan de winkel is. Dat zagen we van de week tegen de Bulgaren. Die natuurlijk van een iets ander niveau zijn dan Rotterdam. Dat we daar ook heel duidelijk in zijn. Op een aantal momenten zien we ook een aantal goede stops of noodschoten van de Rotterdamse kant. Er was een fase, zo'n beetje de laatste twee minuten van dat derde kwart. Waarbij de gemiste drie punters over en weer van beide kanten kwamen. Het schotpercentage zal niet uitzonderlijk hoog zijn, dus wat dat betreft denk ik dat het verdedigend aan de Rotterdamse kant wel wat beter zou moeten. Ja, als je kijkt, dit kwart scoort Rotterdam, nu Hero scoort 29 punten en Rotterdam 14, de helft van de punten, ja, daar ligt natuurlijk een groot verschil. En dan ja, maak je een grote voorsprong zoals Den Bosch nu heeft. Ja, ik ben benieuwd of, ik denk dat Stan van Elzen nu gaat beginnen in het vierde kwart. Dat hij wat jongens gaat laten spelen en mensen misschien gaat laten rusten gezien de wedstrijd die van dinsdag aankomt. Ervan uitgaande dat ze deze wedstrijd gaan winnen.
En ik ben benieuwd hoe Rotterdam door gaat spelen. Of ze het hoofd geheven blijven houden. Of dat ze op een gegeven moment kopjes naar beneden gaan. Want ja, het is natuurlijk wel lastig basketbal als je al zo ver achter staat. En weet dat je nog een kwart moet. Even kijkend, Jos, naar Stan van der Elzen en Norbert Telissen. Twee jonge bosse talenten met toekomst. Ja, dat denk ik wel. Jongens, tussen aanhalingstekens, haken aan bij de ploeg. Maken minuten op de training tegen goede tegenstanders, tegen spelers. Het is belangrijk voor hun om in de wedstrijden dat ook te kunnen laten zien. Ze hebben natuurlijk fantastisch gespeeld van de zomer. Dat ze kampioen geworden zijn in de B-divisie. En ze moeten zich het spel eigen maken. En met name het fysieke spel bij de senioren. Gemiste driepunter van Steven Cook na de interceptie van Stan van Elzen. 31 punten verschil inmiddels op het bord. En dat na volgens mij een 10 punten achterstand in het eerste kwart. 2-12 was het op enig moment. Dit is ook iets wat hij makkelijk doet, hè? En al jaren, Robert Krabbedam. Rotterdam probeert in ieder geval de aanval te lopen en niet gehaast te gaan spelen. Penetratie van Ties Teeuwkes met de paas naar buiten, die wordt uitgetikt. En, uiteindelijk staat er 4 seconden op de schotklok. Zie je aankomen, de speler staat er al, hij krijgt de bal en als je een 1-2-tel ritme uitkomt, ja, dan kun je niet meer inhouden. Vandaar dat je eigenlijk aangeleerd moet worden om een jumpstop te maken, dat je recht omhoog kan. En Roel krijgt de charge tegen. Daar komt Jeroen van der Lis terug voor Robert Krabbedam. Ik ben benieuwd hoe lang die stand gaat houden met 4 fouten. Als het een bos slim is en Roelaerts de bal krijgt, ja, gaan we lekker naar de basket toe, want hij moet met de handrem erop spelen. Ja, maar dat geldt ook voor Roelaerts inmiddels, want ook hij staat op 4 fouten. Dan moeten ze allebei met de handrem erop. Het is een goede paas van Stan van Elzen naar, ik ben even kwijt wie hem scoorde. Peter Hansen. Maar het feit dat Steven Cook, sorry. Hij springt de lucht in en gaat de bal pasen, ja. Toch zijn dat basisfundamentals die eigenlijk afgeleerd moeten worden, want kun je de bal niet kwijt, dan maak je gewoon lopen. Fout gaat uit naar Peter Hansen. Shotklok daarmee terug naar 14 seconden balbezit Feyenoord Rotterdam in de persoon van Ties Teeuwkes. Ja, volgende fout van Peter Hansen. Een derde. Op Justin Gordon die sterk naar de basket ging. Ondertussen zien we dat Den Helder Leeuwarden een gigantische run gemaakt heeft. Het staat daar met 2 minuten 23 te gaan, 67-61. En straks was dat 15-16 punten verschil. Dus er is nog hoop voor Rotterdam, zal ik zeggen. Maar ja, je moet blijven spelen, balletjes rond, hè? Ja, ik las vandaag de voorspellingen van, ik dacht, Leon Kester. Over het competitieverloop en met name de 8 kandidaten voor de play-offs. Erg vroeg de eerste ronde en dan daarover te beginnen. Maar ja, volgens zeg maar, de statistieken op papier zeggen we dan, zouden, althans in de visie,
eerste Apollo Amsterdam en Bal uit Weerte de zwakste ploegen zijn. Ja, dan kijk je puur naar het spelerspotentieel wat ze hebben en wat ze erbij gehaald hebben of wat er weggegaan is. En dan kan ik die analyse wel een beetje begrijpen. Maar goed, het spelletje is, moet nog gespeeld worden, de bal is rond en dat kan vaak alle kanten uitgaan. En voor één ploeg met één of twee blessures erbij, ja, dan kan het ook in één keer heel zwaar worden. En kun je heel veel inleveren natuurlijk. Ja, zeker dat soort zeg maar, startploegen, mag ik ze zo noemen, die niet al te brede selecties hebben. En dan vaak op jeugdspelers en zo, in het goede geval. Ja, nee, maar ja, als Den Helder of Leeuwarden een paar, twee bepalende spelers eruit vallen, ja, dan wordt ontzettend, leef je ontzettend veel kwaliteit in en dan wordt het heel moeilijk. Maar laten we hopen dat dat niet gebeurt en dat we gewoon een goede sterke teams zien in de competitie. In de shotklok, Jesse Voren met zijn drietje miste net, helaas. Goeie rebound van Jeroen voor zijn eigen gemiste schot. Ja, als je 2.10 meter bent naar achteren springt en wegvalt à la Dirk Nowitzki, dan ja, daar kun je gewoon niet bij komen. Dan heb je een open schot. Hij vertelde straks Jeroen van der List, hij is net terug uit China. Ja, hij speelt in de 3x3 competitie, noem ik het dan maar even. Ja. Ik zou dan denken, je zit midden in de voorbereiding op het seizoen als ze Rotterdam zijn, van laat je zo'n jongen naar China gaan. Ja, maar het wordt nog erger, want de Basisbond heeft al gevraagd om een wedstrijd van de competitie te verplaatsen, omdat Jeroen met de 3x3 baas naar het buitenland toe moet. Ja, en dan gaat het 3-3 basketbal conflicteren met het 5-5 basketbal. En denk je, ja, laat die wedstrijd gewoon doorgaan. Als je speler geblesseerd is, ga je hem ook niet verzetten. Gemiste driepunter, Stan van der Elzen, na een prima uitgespeelde aanval. Dat wel. En hij herstelt het erg goed, Stan van der Elzen. Agressief verdedigen. Ja, hij verdedigt agressief en pakt de bal op. Verrast de tegenstander. En die pakt meteen een time-out omdat hij vindt dat zijn jongens een beetje slordig beginnen te worden. Rotterdam is teruggekomen tot onder de 30 punten verschil. 28 om precies te zijn. En we zitten in de laatste 6 minuten van de wedstrijd. Aanstaande dinsdagavond speelt New Heroes in Bulgarije. Misschien wel voor zijn laatste kans om in de groepsfase van de Europa Cup uit te komen. De FIBA Euro Cup, zoals het volgens mij officieel heet. Aanvang lokaal in Bulgarije, 7 uur, betekent 6 uur Nederlandse tijd. En die wedstrijd is te zien hier in de foyer van het sportcentrum Maaspoort Sports & Events. De wedstrijd op een groot scherm, waarbij in ieder geval ook gratis bitterballen door de exploitant worden aangeboden. Ja, misschien komt Dick Advocaat er nog, want die houdt eigenlijk voor bitterballen, geloof ik. Nou, het is in ieder geval goed dat ze dat doen, dat ze het aanbieden. Ik hoop dat er ook een aantal mensen komen kijken naar die wedstrijd. Hoe de Bos het doet. En het is natuurlijk aangenaam dat je daar een bitterballetje bij kunt eten. Ja, er gaat sowieso ook een clubje van, ik dacht 30, 40 mensen mee naar Bulgarije. Nou, dat vind ik heel mooi. Ik ben door de week dinsdagavond. Onze tweede jongster heeft inmiddels zijn entree in het team gemaakt, Norbert Tedesse. Ja, het is wel grappig, want ik speel al jaren met de vader van Norbert in een team. En je ziet over de wat gelijkenissen terug, inderdaad, van vader en zoon. En ik denk dat het zeker een talent is voor Den Bosch. Een jongen die een goed schot heeft, die kan springen. Waarschijnlijk moet werken aan zijn 1-1 vanaf de wing. En ja, het zou een goede 3-speler kunnen worden voor Den Bosch. 1 Amerikaan in het veld en 4 Nederlanders, waarvan 2 jonge talenten. Wat een luxe. Ja, nou, en daarbij nog Groel. Die is ook nog niet zo oud en Maarten ook niet. Dus wat dat betreft is dat alleen maar goed. Die regel van Amerikanen, Jos, is nog steeds ongewijzigd, dacht ik. Je mag er 5 hebben, maar je mag er 4 tegelijk in het veld hebben. Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dat steeds zo.
Ik weet wel dat coach Braal van Groningen daar vorig jaar twee keer de fout mee inging. Ja, als je er veel hebt, dan loop je het risico dat je ze snel in wil zetten. En dan heb je er één keer vijf in staan in plaats van vier. Ja, dat is natuurlijk... Dan ben je er niet helemaal bij met je hoofd, denk ik. Want bij het rolstoelbasketbal hebben mensen allemaal een waardering en punten. En dan mag je maar zoveel punten op het veld zetten. Ja, dan moet je ook eigenlijk opletten wie je voor wie wisselt. Want op een gegeven moment heb je te veel punten en word je gewoon bestraft. En dat geldt hier ook als je te veel Amerikanen erin staat. Goeie paas. Bos, echt Bos triootje. Roel Aert op stand van de Elsen en die weer door naar Norbert Teunissen en de score aan Bosse kant. Ja. 29 punten verschil. Hij zal naar de basis gaan met de schotklok. Klok loopt weg. De Mos moet wel hun eigen man blijven uitboksen als ze schieten, want dan kunnen ze eventueel de bal krijgen vast breken lopen. Rashard Anderson die we vanavond zien is niet de man die we afgelopen seizoen zagen, althans qua schotpercentage. Daar laat nog wat liggen vanavond. Ja, en dan had hij natuurlijk uitzonderlijke wedstrijden tegen de Mos afgelopen jaar. Hij heeft op zich een redelijk goed seizoen gespeeld, maar hij kan inderdaad niet tippen aan het niveau wat hij vorig jaar haalde. Maarten die een crossover dribbel maakt van links naar rechts en of rechts naar links en dan gewoon lekker open kop voor zijn jumpertje en die bal gewoon schiet. Dus hij begint weer terug te komen in zijn oude vorm. Maar dit geeft wel vertrouwen voor hem natuurlijk. Dit soort acties. Nee, dat is ook zo. Zo moet je ook weer terugkomen in het spel. Ja, ze wat moeite om de rebound te pakken dan Bos. Ze willen iets te graag de fast break lopen. Voetschot van Tisteukens van buiten, drie punten. We zitten in de laatste drie minuten. Nieuwe Heroes de Bos, Feyenoord basketbal, Rotterdam. Stan van Elzen met een misser. Zo jammer dat Peter Hinsen die inlegger mist. Het goede werk van Norbert Teunissen. Jos, tussenstandje Den Helder misschien? Ja, heel spannend. Met nog 43 seconden gaan twee punten verschil in het voordeel van Den Helder, 67. Nou, het is één punt voorsprong voor Leeuwarden nu, want het is 67-68. Einde. Einde van de wedstrijd. Dus in de laatste seconde gaat Leeuwarden Den Helder voorbij. Maar één ding is zeker, dan zal Peter van Noord wel aardig over de vlos zijn. Het is ook wel mooi dat we dat dit jaar in de Dutch Basketball League zien. Overigens een hele mooie assist van opnieuw Maarten Bouwknecht van Roel Aerts. Die jonge startende coaches, Jos, dat is ook een bijzondere ontwikkeling dit jaar. Het zijn er sowieso twee. Rolf Franke en Peter van Noord. Ja, Peter van Noord zat natuurlijk vorig jaar al in Den Helder, heeft al een keer eerder gecoacht. Rolf is natuurlijk helemaal blanco. Ja, het is opvallend. Leiden heeft blijkbaar toch vertrouwen in Rolf, gezien zijn ervaring die hij heeft als speler zijnde. Want qua licentie en diploma voldeed hij nog niet aan de eisen. Maar tot nu toe, ja, gezien de resultaten, voldoet hij daar hartstikke goed. Hij volgt natuurlijk, gaat in de voetsporen van zijn vader, die vroeger ook gecoacht heeft. En ja, wat in het bloed zit, komt op een gegeven moment toch wel uit, hè? Het basketbal. En laten we hopen dat hij een goed team neerzet en dat het gewoon een sterk team wordt voor de competitie. Doodschot van Norbert Teunissen, maar hij moest wel, want de klok tikt van een nul. Ja, hij had gehoopt op de fout en je ziet Skelen meteen zeggen van wat doe je nou, gewoon basketballen. Ja, nog 1 minuut te gaan met de stand 84-54.
mooie rebound van Edens scoren. Knappe scoren, want volgens mij werd er een fout gemaakt op hem, maar goed, hij gooit hem erin. Ik vond met name de rebound knap. Ja. Vanuit de beweging. Zijn effort wordt gewoon beloond. Dit is gewoon opnieuw met een drietje. Nee, maar goed, dit is wat minder. Je weet dat het een schutter is en je laat hem openstaan in de hoek. En dat was ook afgelopen week trouwens tegen die Bulgaren. Hè? Ik bedoel, als je weet dat iemand zo goed kan schieten, ja, zorg dan dat je erbij bent op het moment dat de bal schiet. Tweede seconde, we tellen af. Goeie paas de hoek in, open schot. Helaas komt de bal er weer uit. Heel de bank kwam overeind om het schot van Norbert te ondersteunen. John de Bever komt binnen. Dat betekent einde wedstrijd 86-57. Ja, als we dan even kijken naar de eindstand 86-57. Ja, Rotterdam verslaat Den Bosch in het vierde kwart met 12-14. Rotterdam heeft constant gescoord in alle kwarten 16, 13, 14 en 14. Ja, daartegenover zet Den Bosch 15, 22, 29 en 12. Ja, daar in kwart nummer 2 en 3 maken ze duidelijk het verschil en lopen ze over Rotterdam heen. Ben ik als coach van de thuisploeg tevreden met het resultaat? Ik denk het wel. Je hebt een goede wedstrijd neergezet. De start was een beetje stroef. Je moet proberen heel te blijven voor de wedstrijd van dinsdag. Dus hij heeft ook geen risico meer genomen met Van Oostrum in de tweede helft. En ja, je moet proberen ingespeeld te raken, iedereen tevreden houden. En ja, hopen dat iedereen in zijn ritme krijgt en klaar is voor de komende wedstrijd. In ieder geval, laten we het heel positief benaderen. Een goede opmaat voor de wedstrijd van aanstaande dinsdag. Ja, dat zeker. Ze zullen wel een ander vaatje moeten tappen tegen die ploeg, want dat is echt een goede ploeg. Alleen ja, dit neem je mee. Ik bedoel, als je nou verliest voor Rotterdam, ja, dan is dat een stuk moeilijker. En dan ben je nog met het verlies van die wedstrijd bezig. En nu kun je meteen de focus zetten op die wedstrijd van dinsdag. Aanstaande dinsdag nogmaals op een groot scherm in de foyer hier van Maaspoort Sports en Events is de wedstrijd te volgen vanaf 6 uur Bosse tijd, oftewel 7 uur lokale tijd in Bulgarije. En ik wil het niet onvermeld laten, want ik ben een echte liefhebber. Gratis bitterballen. Aanstaande donderdag zijn wij er weer met de livestream van New Heroes, want dan spelen we hier tegen Den Helder Suns aanvang 8 uur. Inderdaad, en dan hoop ik dat Den Helder, die zullen wel gebrand zijn na die nederlaag met 1 punt, om hier een goed resultaat weg te zetten. En het is natuurlijk moeilijk voor New Heroes uitspelen in Bulgarije en 2 dagen later weer klaar zijn voor een team wat gewoon een aantal dagen extra heeft om zich te prepareren voor jou. Maar ja, dat geeft wel aan of je een goede ploeg bent of niet. Dat soort dingen moet je dus ook kunnen overkomen en dan moet je gewoon goed kunnen spelen. We halen het laatste cliché van vanavond nog maar even uit de kast. Jos, we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Dat doen we. We zien jullie graag terug bij de volgende wedstrijd. Als team 86-7 uit, een beetje een lastig begin, maar was het er aankomen.
Dank ook weer aan alle spelers. En daar zijn ze nog een keer. Jullie huurders, pak je moment op de foto, handtekening. Wat je maar wil, krijg ze mijn klanten. Nu zijn ze van jullie. Wat mij betreft, moet je even een punt achter van haar. Maarten, je eerste wedstrijd weer terug na een blessure. Hoe voelt het om weer op het veld te staan? Het voelt heel goed om weer op het veld te staan. Ik heb natuurlijk nu bijna 10 weken opzitten, geloof ik. Dus ja, het voelt zeker geweldig om terug te zijn. Het is nog niet helemaal 100%, dus het is nog een beetje onwennig, maar ik ben blij dat ik er ben. Je hebt de laatste paar weken dan het team op een andere manier kunnen bekijken. Wat is je opgevallen? Zo, dan word je voor het blok gezet. Ja, het is een heel serieus team. Het klikte direct vanaf het begin. Dat was het eerste wat me opviel toen ik binnenkwam. Het was direct gezellig en geen dode momenten of iets. En ja, dat zie je ook weer terug in het veld. We hebben niet per se dat het heel moeilijk loopt dat we op elkaar gaan schreeuwen, dat we elkaar de schuld geven. We zoeken gewoon met z'n allen iets nieuws. En ik denk dat ons heel erg gaat helpen. Hoe heeft het team staan spelen deze wedstrijd? Zullen we nog een keer? Hoe heeft het team deze wedstrijd staan spelen? Het begon als troefjes. We zijn niet goed begonnen, ik geloof 10-2, iets dergelijks. Zeker in de eerste wedstrijd wil je dat eigenlijk niet zien. Maar dat gebeurde en we hebben het daarna goed opgepakt. Vanaf het tweede kwart zijn we eigenlijk gewoon direct eroverheen gegaan en niet meer achterom gekeken. Is het team klaar voor de return komende dinsdag in Bulgarije? We gaan nog even wat puntjes op de i zetten de komende trainingen. En dan zijn we er klaar voor. Dat moet ik wel, want we hebben geen keus. Ja, top, goed om te horen en succes. Dat was Maarten Bouwknecht. Die is eindelijk weer terug van zijn blessure. En het is goed om hem natuurlijk weer op het veld te zien. We gaan nu verder naar assistentcoach Jeroen van Vught. Daar hebben we ook nog een paar vragen voor. Die vragen waar we tegen fitness hebben gedaan. Ja, je team heeft nu een aantal wedstrijden gespeeld. Hoe vind jij dat ze tot nu toe staan te presteren? Ik ben eigenlijk redelijk tevreden. Maar ik denk dat je kunt zien dat er door zoveel slordigheden en foutjes die we maken op het veld, dat er nog een hele grote rek in zit. Ook zo'n eerste kwart zoals vandaag, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Je moet gewoon vanaf de eerste minuut bij de les zijn. Helemaal met een wedstrijd van dinsdag in het verschiet natuurlijk. En we hebben natuurlijk een moeilijke voorbereiding gehad met wat blessures. Een vinger die scheef stond, een hand die gebroken is, een lies, een knie, wat dan allemaal. Maar je kunt zien dat er heel veel rek in zit en ik denk dat dit gewoon een goede stap is in de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, je noemt het eerste kwart de stroeve start. Waardoor kwam dat, denk je? Weet ik niet. Misschien focus, concentratie. Misschien met je hoofd al bij de wedstrijd van de aankomende dinsdag. Omdat ja, het gaat toch wel ergens om, hè? Of dat je de groepsfase gaat halen, ja of nee. Dus dat is altijd moeilijk te zien. Moeilijk te zien. Ik bedoel, ik ben zelf speler geweest en je hebt soms van dat soort momenten. Maar die momenten moet je gewoon zo min mogelijk en gewoon niet hebben. En dan kun je zien wat voor basketbal we op de vloer kunnen leggen. Het team herpakt zich uiteindelijk goed. Hoe kan in de toekomst zo'n start voorkomen worden? Door wat de coach in de rust heeft gezegd. Daardoor zal het wel voorkomen worden in de toekomst, denk ik. Oké, duidelijk. En de focus dan nu op komende dinsdag, de wedstrijd in Bulgarije. Wat moet er volgens jou nog gebeuren om daar een winst te pakken of in ieder geval een goed resultaat? We hebben natuurlijk de eerste wedstrijd, zat niet iedereen lekker in zijn vel. Je kon zien dat veel spelers, of het was wat angst of een beetje aftasten. Heel veel spelers hadden geen Europees gespeeld. Je zag bij hun toch wel wat ervaring, het verschil. Hun maakte openschoten, wij misten openschoten. Maar ik denk als wij hun schoten zoveel mogelijk kunnen contesten en bij ons gaan de schoten wat meer vallen. En als wij daar met de intentie naartoe gaan, wij gaan die Bulgaren van de mat afspelen, dan is er zeker iets mogelijk. Niks is onmogelijk. Het wordt wel een hele lastige taak, want je hebt gezien die Bulgaren zijn ervaren, goede schutters, van alles wat.
Maar waarschijnlijk weten jullie ook wel dat de slechtste drie ook doorgaan. Dus we moeten daar gewoon naartoe gaan om het maximale te winnen. Dus plus 11. En anders het verschil zo klein mogelijk houden. En wij kunnen alleen tevreden zijn als we het maximale op het veld leggen daar. Dankjewel, veel succes. Duidelijke taal van assistentcoach Jeroen van Vught. Mooie overwinning vandaag gepakt op Rotterdam om het DBL-seizoen mee te starten. We hopen jullie allemaal komende dinsdag te zien voor de livestream van de wedstrijd in Bulgarije. Binnenkomst zal om 5 uur zijn en de wedstrijd zal om 6 uur beginnen. Voor nu een fijne avond.